We staan hier bij een water in de Bemmelse Waard nabij Nijmegen. Jaarlijks worden er miljarden kubieke meters sediment uit watersystemen zoals deze over de hele wereld gebaggerd. Deze bagger wordt ofwel gebruikt, anders binnen hetzelfde systeem verplaatst, op een andere locatie gestort of verspreid over het land. En terwijl de uitstoot van deze baggeractiviteiten zelf steeds meer de aandacht lijkt te krijgen, is er verrassend weinig bekend over de uitstoot van de baggerspecie zelf. Laat dit nou hetgeen zijn waarop ik me heb gefocust met het onderzoek van mijn masterscriptie. Ik onderzocht de uitstoot van drie broeikasgassen. Koolstofdioxide, methaan en lachgas van bagger met verschillende chemische composities. En deze bagger werd onderworpen aan verschillende behandelingen om mogelijke mitigerende maatregelen al te onderzoeken. Gedurende 85 dagen in het lab werd de bagger ofwel onderworpen aan droogte, helemaal nat gehouden, of gemengd met zeoliet en daarna drooggelegd. Zeoliet is een mineraal dat negatief geladen is en daardoor verschillende stoffen kan binden, met als doel mogelijk al minder emissies. In het lab vond ik sterke verschillen in broeikasgasemissies gerelateerd aan de materiaalsamenstelling en de behandeling waaraan de bagger onderworpen werd. Het droge materiaal stootte significant meer CO2 uit dan het permanent natte materiaal en de totale broeikasgasemissies, dus de koolstofdioxide, methaan en het lachgas samen, stoten gemiddeld 2 keer zoveel emissies uit dan andere behandelingen. Daarnaast ontdekten we dat de bagger met een hoge ammoniumconcentratie veel meer lachgas uitstootte dan de bagger met een lage ammoniumconcentratie. Lachgasemissies kunnen tot wel 4,5 keer worden verminderd door de toevoeging van zeoliet. Hier is wel een kleine aanmerking. Alleen in het zoetwatermateriaal, in het zoutwatermateriaal, zijn namelijk andere kationen die ook aan het zeoliet kunnen binden. Een veldmeting die we hebben uitgevoerd bij een baggerdepot in Schiphol gaf aan dat de emissiewaarden die wij in onze labstudie hebben gevonden eigenlijk ontzettend onderschat kunnen zijn. We vonden namelijk tijdens deze veldmeting emissies tot wel 10 keer of meer zo hoog als in het lab. Met een eerste grove opschaling op basis van de resultaten uit dit onderzoek en een schatting van de hoeveelheid baggerspecie in binnenwateren, schat ik dat er wereldwijd 13 teragram CO2 equivalenten uitgestoten wordt door bagger. Wat uit mijn onderzoek komt, is dus de manier waarop bagger nu vaak verwerkt wordt, het deponeren in een baggerdepot, kan leiden tot hoge emissies. Dit is vooral afhankelijk van de chemische samenstelling van deze bagger en hierop moeten juist die mitigerende maatregelen worden gefocust. Denk dus aan bijvoorbeeld de zeoliettoevoeging aan ammoniumrijke bagger. Ik stel dat er meer onderzoek moet worden verricht aan de emissies van bagger, vooral omdat er nu ontzettend veel toenemende baggeractiviteiten wereldwijd zijn. Wil je hier nou meer over weten? Stuur mij dan een mailtje. En heel erg bedankt voor het kijken van deze vlog.